Iedere keer, als ik iets buiten mijzelf afwijs, of iets kritiseren of wat dan ook, zegt dat niet iets alleen over de ander. Dat is een, tot een bepaalde hoogte is dat een iets. Maar het zegt meer over mezelf. en ja, dat, toen ging mijn wereld echt open. Toen pas was het mogelijk om echt naar binnen te gaan en te kijken: van, hé, hey, waar zitten, waarom doe ik zoals wat ik doe? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, waarom wil ik heel graag verkondigen dat ik dit doe? Of ja. waarom wil ik iemand afbranden? Of waarom wil ik judge ik iemand of wat dan ook? Dat heeft allemaal met een reden van binnenuit te maken. Dat vind ik echt een eye-opener. Ik denk stel nou voor, als ik dat niet had, dan leef je echt met een verrekijker op. Je denkt constant dat de andere mensen de schuld zijn. Bijvoorbeeld als jij iets tegen mij zegt en jij raakt mij, dan zeg ik gewoon, jij moet ophouden met dat zeggen. Ja. Dan ben ik blij. Maar als jij dat gewoon je hele leven dat, dat niet weet dat dat in jou iets getriggerd wordt, dat in, in mij iets getriggerd wordt. En dan ben jij weerloos. Beste luisteraar, ik zit hier aan tafel met Niels Vogel. Uh, ofwel... wel? Vogeljongen. Yes. Um, nou, wat we vandaag allemaal gaan uitvogelen, dat uh, <laughs> zal misschien uh, atypisch zijn op basis van uh, andere dingen die uh, van jou online staan. Ja, klopt. Um, Hoe lang kennen we elkaar al? Ik ken jou, denk ik, een ja, anderhalf jaar, denk ik, twee jaar. Maar wij kennen elkaar uh, niet heel lang nu. Ik denk een paar maanden of zo, toch eigenlijk. Of niet? Ja, ik denk een jaar of twintig toch wel, toch? Oh, in dat opzicht. Ja, <laughs> ja, inderdaad. Wij hebben echt heel dicht bij elkaar geleefd. Zelfde interesses, uh, skateboarden. Um. Zelfde partner. <laughs> nee, dat niet. Um, ik ben ja. echt benieuwd of hoe vaak ik jou eigenlijk gezien heb. Ja, volgens mij heb ik jou echt heel vaak gezien. Maar dacht ik, ja, ja hoe, hoe weet je dan dat jij dat. Ja. ja, ik denk dat ik wel wist dat jij het was, want jij had best wel een grote bos uh, krullen. Ja, klopt. Dat zou je nu niet meer denken misschien. Nee, ja. Um, nee, dat klopt. <laughs> uh, ja, maar dat was dus, uh, nou, wanneer, 13 of zo was ik misschien, tot 16 of zo, 18. Ja, dat zou best kunnen, ja. Zandpoort Zuid. Ja. Skatepleintje. Waar nog meer? Um, ik skate heel vaak bij de bibliotheek in de Velsebroek. Ja. En uh, jij hebt een vriend die daar ook altijd skate, toch? Ja, ja. Thijs Pichel ja. en uh, Laurens Fedor. Ja, ja. Um, en daar uh, was je niet alleen om te skaten, klopt dat? Nee, ook om te filmen. Ja. Daar is een beetje mijn hele uh, filmkant gekomen. Er was uh, een, uh, een vriend van mij, Mikey, die uh, vroeg of ik een keertje uh, Jackass van hem wilde filmen met zijn camera... En ik dacht, hé, hey, dat vind ik best wel leuk, gewoon achter de camera, zit je lekker veilig, kan je gewoon iedereen filmen die gewoon de gekke shit doet. En ik hoef het alleen maar goed in beeld te brengen. En dan kreeg je te horen van, oh, goed gefilmd, mooi uitgezoomd, mooi ingezoomd en dat soort dingen. En ik dacht, oké, okay, chill, hoef ik zelf al die dingen niet te doen. Ja, en uh, toen weet je al, ja, ben al ja. creatief bezig, dus dat wordt alleen maar steeds meer en meer en meer. En op een gegeven moment dus animatie zou ik nog erbij gaan doen. Was je een slechte skater? Ja. Ja? Nou, weet je, mijn droom was altijd om te kunnen vliegen, dus om echt gewoon die halfpijp, gewoon, net als Tony Hawk eruit te vliegen en weet ik wat allemaal. Dat was die vrijheid die ik zocht. Maar ja, dan komt het weer een beetje die scheidt het in mij omhoog en dan is het gewoon op de grond, weet je. En dan ga je dat op, wat je op de grond doet, dus uh, shove it, kickflip, dat soort dingetjes, allemaal ga je allemaal proberen te optimaliseren. Maar bij de, die halfpijp daar blijf je uit. Je denkt je, nee, niet, niets voor mij. Ja, dus. En uiteindelijk uh, ja, is je ambitie om te vliegen vertaald naar Vogeljongen. Zo, nou ja, ja. <laughs> En uh, ja, Vogeljongen had dus iets te maken met, met dat filmen, denk ik. Zat er nog iets tussen eigenlijk? Of was het gewoon van, uh, van, van skateboarden naar uh, uitvliegen in animaties? Nou, ik ben toen een opleiding gaan doen, Media College, in Amsterdam... En daar heb ik dus dat film uh, uh, gevolgd. En toen hadden we een afstudeer, Of nee, één project hadden we. En dat was animatie. En omdat ik mijn hele leven al teken. dacht ik. nou ik ga eens even wat. Uh, ik ga die opdracht ga ik echt gewoon even vol benutten. En met handgeschilderde anim uh, achtergronden. En handgeanimeerd en zo. En ik vond dat zo leuk. omdat ik mijn verhalen die ik verzon hoefde ik dus niet de acteur's te laten doen of een perfecte set vinden of wat dan ook, maar nu kon ik gewoon alles gewoon tekenen vanuit mijn creativiteit. Je had geen limitaties. En toen dacht ik, ik ga zo'n animatieopleiding doen en uh, die heb ik dus gedaan. En ja, toen dacht ik ook, kijk. Dat medium veranderde ook helemaal. Hè. Eerst als je een animatie of een film maakte of zo, dan moest je een première houden. En dan kwamen alle mensen kwamen daar naartoe en dan kon je je film vertonen. Maar in die tijd, toen veranderde het dus met YouTube dat je het online kon zetten. En in één keer had je een heel, kon je heel Nederland aanspreken. En je hoefde nergens iemand te overtuigen om, om uh, bij uh, weet ik veel, uh, televisie uh, uh, binnen te komen of wat dan ook. Je, je kon het gewoon online zetten en mensen konden het gewoon gaan kijken. En toen dacht ik, hé, hey, ik moet wat met YouTube gaan doen. En, ja. ja. En um, ja, hoe, hoe, hoe is dat verloop een beetje gegaan? Want als we nu op dit moment kijken, dan hebben we een pagina van 250.000 volgers, geloof ik, of zoiets. Ja, ja iets meer, maar ja, ja. Oh ja, nou ja. ja, nee, ja, dat klopt. Die ja, Kijk, hè? ik zeg ook altijd 250.000 en dan zegt iemand, nee, je zit al op 260.000 of zoiets. Weet ja. je, en dan, voor mij is dan 10.000, daar kijk ik dan niet naar, omdat ik 250 vind ik een mooi getal, maar je hebt het wel over 10.000 man, ja, dus dat is best wel gek. Ja, want hoe is, hoe is die pagina zo'n beetje gegroeid? Nou, um, eerst had ik echt een idee van ik wil. Um, animatie gaan combineren met games. Um, twee jaar lang op, 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 hoe noem je dat, op gezeten en perfect uitgewerkt. Hoe ga ik het aanpakken? Ik had zo uh, uh, ook een, een camera gekocht waar, als webcam, maar dan een hele goede. Ik wilde alles perfect aanpakken. En het kwam maar niet. En het gebeurde maar niet. En het gebeurde maar niet. En toen dacht ik, Niels, als je, ik ging op vakantie. Ik dacht, als je nu die camera niet gebruikt... en je gaat niet filmen zomaar... Dat ga je het nooit doen. Dat ga je het echt nooit doen. Want ik bedoel, je vakantiefilmen, kom op, dat is zoiets uh, iets simpels. Dat heb ik toen gedaan. Dus toen ben ik begonnen met vloggen. Terwijl ik helemaal geen vlogger wilde worden. Volgens mij heb je dat gezien. Ja? ja. Volgens mij dat het een soort regenachtige aankomst was. Ja. Toch? Nou, nee, dat was wel wat verder. Oké. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> dat was wel wat verder. Maar, um, ja. Um, dus ik begon eigenlijk met vloggen. Gewoon puur om maar gewoon te beginnen. Ik dacht, als ik dan steeds alles uitstel en wil perfectioneren, en weet ik wat dan. Dan mag ik gewoon beginnen en dan kijken we waar het strand. En op een gegeven moment merkte ik van, hé, hey, ik, 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 ik doe te veel. Weet je, ik deed games, ik deed vlogs, ik deed uh, een beetje animatie. Ik deed um, uh, ook een review van Star Wars. Ik was naar Star Wars gegaan en dan wilde ik een review geven. Dus ik dacht van, ja, zo is het. Zo, zo is het van, oh ja, ken je vogel jongen? Dat is die jongen van. Uh, uh, ja, dat en dat en dat. Ik dacht, dat moet wat simpeler. Gewoon, kies mm -hmm. één ding. Dan dacht ik, nou, animatie, dat is mijn onderscheidend vermogen. Daarin kan ik mijn creativiteit kwijt en, en alles. Dus daar ben ik op gefocust. Nou, en dat merkte ik echt. Binnen een half jaar had ik iets van 35.000 volgers. Um, en dat, dat, dat gaat echt snel. Dat is echt snel als je ze ziet groeien. Dus je ziet iedere dag dus gewoon echt mensen erbij komen. En dan denk je, wauw. Uh, hoe kan het zo snel gaan? En toen maakte ik een liedje over Fortnite. En toen uh, groeide ik uh, tussen de 2000 en de 4000 uh, volgers per dag. En dat, dat had het wel echt helemaal op zijn kop gezet. Ja, ja bizar. Je was dus niet uh, de gast die een kickflip deed. Je was wel de gast die dingen in beeld bracht. Ja. Dat tekenen, wat, uh, wat zat daaronder? Wat, wat, wat was. Wat vond je zo vet aan dat tekenen? Nou, mijn oom, ik heb een oom, ik ben Westervoorden, en die is striptekenaar. En hij kwam een keertje langs bij ons, en toen vroeg hij aan mij, uh, ik ga, ik, wat zal ik tekenen voor je? Ik zei, nou, doe maar een piraten, want ik was helemaal, helemaal weg van uh, Peter Pan. En dan met al die piraten, ik vond dat zo vet. En um, hij zei, nou, wat voor hoed moet hij hebben? En wat voor, uh, moet hij een uh, ooglap hebben? Moet hij een haak hebben? En ik zei, dus precies wat hij vroeg en ik gaf er antwoord op, dat, ja. dat tekende hij. Dus hij kon gewoon zijn gedachten omzetten op papier. Ja. En ik vond dat zo magisch. Hij want dat zag er gewoon uit als gewoon een tekening die je op, op televisie ziet, weet je, op, 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 uh, ja, op animaties die je kijkt. Ik vond dat zo gaaf. En ik dacht, die man is, heeft dus een vertaalslag gevonden van zijn gedachten naar uh, papier. En zo kan je dus creëren. En toen ben ik dus ook zelf veel gaan tekenen uh, als inspiratie, dus mijn oom. En uh, ja, dan krijg je op school te horen, oh, je, Niels kan wel uh, leuk tekenen. Ja, en dan uh, wordt je ego natuurlijk, krijg je van, uh, schouderklopje. Mm. En dan uh, ga je beter je best doen en zo eigen, toe eigen je dat of zo. Ja. Weet je, voordat je het weet, uh, is het uh, Niels is het de tekenjongen, ja. Was dat het plezier was, of was het ook een vlucht? Um, was dat zo dat je in de tekenwereld dingen kon... Die, die misschien in de gewone boze wereld eng waren of stom waren? Zo heb ik het op dat moment toen nooit gezien. Uh, meer gewoon dat je dingen kon doen die je normaal niet zou kunnen. Bijvoorbeeld, ik tekende ook... Uh, computergames games na. Dus bijvoorbeeld Mario of zoiets. Of dat Duck Hunt. Weet je dat? Dat ik met dat uh, pistooltje uit ja, schieten. Ja, ja, ja. Dat ging ik dan tekenen en dan op, met van karton maken. Terwijl ik het gewoon kon spelen. Maar dan wilde ik het namaken. Dus gewoon dat. dat wat je cool vindt, waar je over nadenkt. dat gewoon. Uh, ja, tastbaar te kunnen maken of zo. En daar zou best wel iets achter liggen kunnen liggen. Ja, dat, je, uh, dat je daar een beetje in. je veilig in voelt of zo. Mm -hmm. Dat zou best kunnen, ja. Ja, Dus als we kijken naar, naar, uh, naar YouTube, dan, dan is het misschien atypisch, omdat je inmiddels ook met Enzo Knol dingen doet en zo dat je eigenlijk een soort van involgers misschien niet heel erg afwijkt van dat soort gasten. Ja, Enzo Knol is dan wel extreem, maar ja, die maar de meeste die zitten, gewoon ook best wel uh, rond een paar honderdduizend. Ja, maar jij bent daarin ook een soort best bewaarde geheim van Nederland, dus. Ik vind het wel een soort mooie paradox dat je een soort van voor 250.000 mensen, uh, ja, uh, dat je die bereikt terwijl je eigenlijk ook gewoon anoniem bent gebleven. Ja, ja. Dus, dus was, was, uh, had je ook echt een groeidoel? Nou ja, of was het gewoon nee, niet wel iedere dag tekenen? En, en, nee, en, nee, en, nee want, want ik kwam er eigenlijk ook wel achter dat tekenen ook niet per se mijn extreme passie is. Het was meer een soort middel. Um, ik heb iets van 120 of 130 afleveringen zelf echt geanimeerd en getekend helemaal. En op een gegeven moment toen dacht ik van ja, dit kunstje heb ik nu wel gedaan. Uh, ik vind dat ver, verzinnen leuker eigenlijk. En uh, toen ben ik met iemand gaan samenwerken en hebben we zo'n rig opgesteld. Dus dan heb je een, een karakter en eronder zit zo'n skelet waarbij je de armpjes zo uh, kunt bewegen en zo. Dus heb, dat hele animatie besteed je dan uit, maar het verzinnen ervan is eigenlijk, vind ik eigenlijk nog ja, veel leuker. Ja. En dan heb je wel dus de bron getekend, dus je hebt dus wel gewoon het karakter verzonnen, en, uh, maar daarna staat hij al vast. Dan hoef je alleen nog maar dingen te bewegen. En ja. als er af en toe een, een handje mist of een mondje of een bepaalde gezichtsuitdrukking, dan tekent diegene dat bij, maar de basis is dus gewoon door mij uh, verzonnen. Ja. En, uh, maar ja, dus, ook verhalen vertellen is het, uh, is het, is het meer, kwam ik achter. En heb je dat altijd al gehad? Ja, wel een hele levendige fantasie. Ja. Want, uh, en ik zie het ook meteen voor me. Dus als ik ook met jou aan het praten ben, bijvoorbeeld, uh, jij vertelt iets, ik zie alles voor me. Ja. En dan, het is net alsof bijvoorbeeld, als jij dan een uitspraak maakt, bijvoorbeeld van: uh, ja dus, um, ik. Uh, ik ruim altijd mijn spullen op. En dan zie ik al meteen een shot daarna. Dat je gewoon echt zo'n kamer hebt die allemaal vol met spullen ligt. Bijvoorbeeld dat, ja. dat is mijn humor die ik dan zo. Ja. En dan, dan moet ik opeens lachen. En dan, soms dan denken mensen, waarom lacht hij nou? Maar in mijn hoofd zit ik allemaal. Ja, dat, dat, <laughs> dat is wel grappig. Want ik, ik heb dat denk ik, uh, ik. Ik zie overal meteen een woordgrap in. Ja. Ik had gisteren nog een poll gedaan van uh, zien jullie mij nou als positionering of als uh, woordkunst. Ja. Toch de meerderheid woordkunst. Terwijl. Voor mij op een soort dieper niveau is het misschien meer positionering. Het is gewoon ook weer een middel, maar die verhalen, ja, heb, je, heb je die dan vroeger ook heel vaak verteld? Of, of was het meer dat je verhalen van anderen verslag gaf? Als je snapt wat ik bedoel, want, ja. want wat, het voorbeeld wat je net geeft, dan is het eigenlijk mijn verhaal. En daar, daar heb jij dan een beeld bij. Ja. Of nou, wat? ik had wel... <coughs> mijn oom, uh, dan hadden we uh, vier jaar dagen. En dan was mijn oom altijd het middelpunt. Hij, hij kon verhalen zo grappig vertellen, weet je. Dan zat hij... Hij was heel erg... Ah, wat denk je, wie dat toen kwam? Komt die man aangelopen? En hij zegt... Zo, zo praat hij. Ja. Nou, dus iedereen... Is, je kan er niet omheen. En ik vond het zo magisch dat hij al die aandacht kreeg... dat hij een verhaal precies kon vertellen. Iedereen luisterde het ook echt... En ik dacht, wauw, dit is een skill, die moet ik ook gewoon uh, beheersen. En um, ik merk dat in mijn video's, dat ik dat steeds meer ben gaan toepassen. Dus die manier van praten, heel dat verbeeldende, hoe dus, dat de kijker eigenlijk meteen voor zich ziet. Ja. Door, door de tonatie, hoe je, hoe je iets vertelt. En dat, dat heb ik dus echt van hem. En uh, het is dus ook een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Afdwingen van aandacht of zo. Je, je, je leert gewoon iets. Waardoor je dan ja, de aandacht krijgt. Denk, ja. Ik denk ook dat dat de reden is waarom je je zichtbaar maakt op internet. Je wilt uh, gezien worden ergens of zo. En was dat ook je boterham altijd? Of heb je daarnaast ook nog andere dingen gedaan? Nee, in het begin was het echt gewoon een, een droom. Je hoopt dat het succesvol gaat worden en dat je er geld mee kan verdienen. Als, als ik wist dat er geen geld mee te verdienen was, had ik het denk ik niet gedaan, want dan. Uh, dan ga je toch je tijd in andere dingen stoppen. En dan ga je toch gewoon uh, daarnaast voor je hobby doen of zo. Um, niet zo intens als dat ik het deed. Ik was echt met het idee, ik wil hier mijn baan van maken. En toen, ja, dan moest je daarnaast ook werken. En dan in de avond gewoon doorwerken, doorwerken, doorwerken. Tot ik op een gegeven moment, uh, was het, 300 euro had verdiend. Um, en uh, ik laat het aan mijn vader zien. Ik zeg, hé, hey, moet je kijken, ik heb 300 euro verdiend met YouTube. Het eerste wat hij zegt, ja, dat is niet genoeg om je rekeningen te betalen. <laughs> <laughs> ik zeg, ja, maar kijk, maar dat betekent misschien volgende maand... want het is exponentieel gegroeid, of hoe nee, noem je dat? Het is gegroeid. Uh, vorige maand had ik niks. Dus Misschien volgende maand wel 600, bij wijze van spreken. Ja. En voor mij was dat genoeg om te bewijzen van, hé, hey, er valt geld mee te verdienen. En... Mm -hmm. uh, op een gegeven moment toen heb ik de, de gok gewaagd. En ja, zo eng. Maar ik kon wel drie keer zo hard uh, op YouTube gaan en dat, dat merkte ik ook. Ja. Ja. En waar is dat? Dat uh, vind ik ook wel interessant om over na te denken van. Het, het boeiende vind ik aan dit verhaal is van je. Je, je hebt ook bijna alles alleen gedaan. Ja. Dus. Dan heb je 250.000 mensen publiek, maar je bent een soort eenmanszaak. Ja. Ja, en als ik een tijdmachine had, daar denk ik heel vaak over na... dan zou ik heel graag terug in de tijd willen gaan... en het nog meer willen optimaliseren. Bijvoorbeeld dat nummer kwam uit dat, dat waar het zo extreem viral ging. Dat was Fortnite Fan. Mm -hmm. Die is ook in 2018 als trending nummer één video van dat jaar uh, neergezet. Dus... Uh, ja, toen kreeg je nog geen oorkondens of zo. Dat is tegenwoordig wel bij YouTube. Maar dan krijg je echt zo'n zo prijs daarvoor. Helaas toen niet. Maar wel op het nieuws en zo allemaal geweest. Um, maar dan verandert er echt iets met je kanaal. Je krijgt zoveel bereik. Um, dat je gewoon weet. Ik had er nog zoveel meer uit kunnen halen. als ik, laat maar zeggen, het uitbesteden van het animeren toen al had gedaan. Um, eh, ik bijvoorbeeld andere formats had bedacht waarin ik de kijkers meer kon betrekken. Al dat soort dingen waar ik nu mee bezig ben en wat ik allemaal doe, wat nu heel normaal is, maar toen nog best wel eng was. Ik dacht toen ook van, ik moet niks meer uploaden nu, want dan ga ik het algoritme opvukken en dan, uh, dan, dan, dan lopen die abonnees misschien niet meer zo binnen. Ja. Maar ja, het betekent wel dat je bijvoorbeeld uh, een paar weken niks uploadt op dat moment, terwijl je gewoon eigenlijk uh, trending bent op dat moment. Ja. Dat je iedereen, uh, die zit te wachten op je volgende video. Ja, dus. ja. Vlijf, vlijf. En dit, je, hoe gevoelig ben jij geweest om daardoor, en door dit soort succesjes, ja, meer een soort van u vraagt wij draaien te worden? Dat je dacht, oh dit werkt, dus dan gaan we dit doen. En in hoeverre heb je gedacht, ja, ik wil gewoon uh, uitdrukking geven aan mijn fantasie en uh, maakt me niet uit. Uh, ja, in een, in, in een klein opzicht heb ik mezelf ervoor behoed. Dus ik heb in plaats van. En ik merkte gewoon dat Fortnite heel erg populair was. Um, en het liedje. Het is een parodie op een, uh, op een liedje van Ronnie Flex en Femme Cloise. En ik wist dat die, 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 die twee dingen, die spraken me aan. Ik dacht als ik die combineer en mijn zou het eroverheen gooien met mijn karakters. Dus mijn animatiekarakters. Dan heb je een, een grap die viral zou kunnen gaan. Ik, ik verwachtte toen maximaal 600.000 views. Um, maar dat had ik al binnen een dag. Um, maar toen dacht ik van... Um, um, shit, wat was ik aan het zeggen? Um, wat, wat vroeg je nou net? Nou ja, in hoeverre je zeg maar, je content bent gaan aanpassen op basis van wat mensen graag wilden zien? En in hoeverre je gewoon je eigen... Ja, ik had dus mijn karakters erin verweven, want ik dacht als Fortnite overgaat, dan moeten ze die karakters kennen. Weet ja. je, ik, ik kan niet gewoon alleen Fortnite uh, iets mee gaan doen en... Uh, want dan, dan als Fortnite ophoudt, dan houdt het ook met jou op. Dus ja. dat, dat, daar heb ik een soort zekerheid in gebouwd. En mijn humor en mijn hele eigen stempel heb ik er echt duidelijk op gezet. Um, dus dat is. Want je hebt in je animaties gewoon allemaal je eigen poppetjes en karakters. Ja, Ja, en die heb ik over Fortnite heen geplakt. Dus, ik, ja. heb dus dat, ik heb wel beelden vanuit Fortnite opgenomen. En dan iedere keer als dan mijn karakters uh, een stukje zongen in het uh, liedje, dan zag je ze in beeld geanimeerd. En net alsof jouw poppetjes, laat maar zeggen, zo door het beeldscherm heen gaan en dan in de in Fortnite komen. Dat idee een beetje. En die karakters, hoe zijn die ontwikkeld? Is dat gewoon op een gegeven moment ontstaan, of was het aan het begin iedere keer een ander karakter of juist altijd dezelfde? In het begin was het echt een beetje testen, kijken wat blijft plakken en niet. Um, maar ik had wel één karakter, Barry Bofgrond. <laughs> dat was ook mijn afstudeerproject trouwens. En um, die, ja, dat was ook mijn meest toegankelijke. Dat was mijn stem die ik altijd deed. Zo van hey, ik ben Borry Bofko. Zo'n hoog stemmetje, gewoon, laat maar zeggen. En dat uh, yeah, was mijn way to go. Ja. Yeah. Ja. Maar er komen er steeds meer nieuwe uh, karakters bij. Weer een nieuwe, bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, waren fidget spinners die waren uh, oh, ja. echt mega populair. driehoekjes. Ja, zo? dat is zo'n 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 uh, lagertje met zo'n plasticje en dan kan je zo aan het draaien. Nou, mm -hmm. Dus ik zag een paar van die kinderen bij de skatebaan en die hadden dat, die die die, die deden dat en toen dacht ik, hey, dat ik heb dat online ergens gezien volgens mij. Dus ik meteen naar die kids toe, ik zeg, hey, uh, hey uh, is dat een beetje populair? Hebben jullie de hele klas dat of niet? En het was um, en zij zei, ja, de hele klas die heeft een fidget spinner. Toen ben ik meteen naar huis gegaan, concept bedacht. van Oké, okay, uh, um, wat zou nou grappig zijn? Oké, okay, twee politieagenten die zijn achter een uh, fidget spinner-dief aan het gaan. Want ik wist, het is wel iets voor kids, weet je. Het is mm -hmm. niet iets voor volwassenen of zo. Dus een beetje met dat boef en dat... En toen werden twee politieagenten geboren. En die ik nu nog steeds gebruik. Dus dat ja. is dan gewoon even een, 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 een aftakking... En daar komen twee nieuwe karakters uit... die goed worden ontvangen. En uh, je hebt weer, ja... Henk en Willem heette die dan. Ja. <laughs> Ook echt van die... Ja. ja, het moet zo knullig mogelijk zijn. Ja, ja, In hoeverre zijn die karakters... een afspiegeling van delen in jou? Ja. En in, ho in hoeverre is het juist iets wat je helemaal niet bent? En dat je daarom daar... Uh, ja, de lol in hebt? Ja, ik zie een heleboel dingen in, van mezelf erin. In, uh, ja, maar wel extreem. En het is geen één karakter is één op één. Dus uh, je kan niet zeggen dat ben ik of zo. Maar wel, ik denk wel die Barry komt. Dus dat is een dik jochie met uh, krullen. En het, ik had ook krullen. En, uh, dus ja, dat, en hoe hij zich naïef en overal het goede van inziet... is ergens wel een karaktereigenschap die ik in mezelf ook zie. Maar niet in... Niet zo extreem natuurlijk. Ja, maar ik herken mezelf er zeker in. En dat is vaak achteraf pas. Hè? Ja. Dus je verzint dat. Je denkt, oh dat is een leuk karakter. En dan, oh dat herken ik wel. Ja. Of bijvoorbeeld bij die politieagent. Um, die heeft een bepaalde snor. En die doet me heel erg denken aan mijn opa. <laughs> mijn twee opa's. Weet je, die hebben ook zo'n snor. Dan dacht ik, ja, dat, dat, dat komt toch. Dat zit toch in je hoofd of zo. En dan, uh, dan vertaalt zich dat naar papier. Of naar animatie. Uh. En was dat een manier om juist uitdrukking te geven aan jezelf? Of was het juist het niet uitdrukking te hoeven geven aan jezelf? Omdat je het lekker kon wegstoppen in een hobby. Snap ik bedoel? Ja. Weet je wel, ik bedoel, mijn vader loopt veel hard. Maar er wordt dan over mensen gezegd, hardlopers zijn weglopers. Dus het is juist een manier om dingen niet te hoeven aankijken. En dus in hoeverre had je het idee van, nou ja, ik, ik, ik geef mijn binnenwereld daarin vorm. In hoeverre had je het idee, ja dan dan hoef ik in het normale leven misschien bepaalde karakterstukken van mezelf niet te laten zien. Ja. Ja, dat is, uh, dat is interessant. Ja, ik snap dat die vraag ook misschien wel lastig beantwoord is. Want als je er bewust van bent, dan ga je waarschijnlijk het ook anders doen. Of, uh... Ja. Ja. Ik heb daar toen de tijd niet zo over nagedacht. Het was toen echt zo van, je moet iets verzinnen... Je, je, en dat is je enige referentiekader, jezelf. Je onbewuste psyche, laat maar zeggen, die, die toch in, in tekeningen terechtkomen. Bijvoorbeeld, um, ik was met iemand in gesprek, um, uh, Eveline heet ze. En zij kan dus tekeningen van kinderen of van volwassenen, die kan ze dus analyseren. Uh, ja, je, je tekent een huis. Uh, en dat huis, um, hoe je het tekent, dat, dat is bepalend over... Uh, ja, hoe jij denkt over dit of over dat ja. onderwerp. En um, ja, dus als je mijn animatie gaat bekijken. en je zou daar helemaal op losgaan. dan zou je dus kunnen zien hoe ik mij voelde op dat moment. Ja. Uh, want wij, ik heb zo'n lezing gedaan. en het ja. negen van de tien dingen klopte. Dus. Uh, maar dat is gewoon hoe je naar huis tekent. Weet je, wel? Of, ja. je ja, of je een, een dakgoot tekent. Uh, wat voor vorm. Uh, of het in een regenton eindigt. of, of. ik had bijvoorbeeld rook. Wat um, uh, normaal, als je rook tekent, dan is het zo'n wolpje die, die compleet is. Mm -hmm. Maar als die open is, dan zegt dat ook weer iets. Over bijvoorbeeld, je probeert ergens energie in te steken, maar alsof het een beetje vervliegt. Ja. ja. dat je denkt: zo hallo. <laughs> Komt dit uit mijn tekeningen? Weet je wel. En dat ja, dat is heel tof om te zien. Dus daar zitten een heleboel dingen zitten daar waarschijnlijk uh, in. Ja. Onbewust. Jij ja, hebt een doelgroep van hoe oud? Weet je dat? Ja, ik denk echt wel van kids die gewoon nog niet eens kunnen typen, die gewoon echt op de thumbnail klikken, net als mijn neefje bijvoorbeeld, tot aan, ik denk maximaal tweede klas of zo. Want daar, uh, ja, op een gegeven moment dan is het niet cool meer en dan, uh, ja, dan, dan wil je juist uh, andere dingen gaan doen. Dan is het niet meer cool als je vogeljongen kijkt. Kan ik me voorstellen. Ja. Maar er zijn wel mensen die het nog steeds kijken, die ouder zijn hoor. Maar ja, dan moet je wel durven. Je moet durven opkomen voor wat je vet vindt. Ja. Wat, wat me dan opvalt, hè? ik bedoel als je even in het wereldje kijkt. Dus ik noem net even zo'n Enzo Knol, wat uh, volgens mij een van de, de grootste... Uh, volgens ja. mij niet het grootste YouTube-kanaal van Nederland. Dat niet. Oké. Okay. Ik, ik, ik dacht van wel, maar het zou best kunnen hoor. Dat nou, er... volgens mij wel als vlogger, maar niet... Weet je, volgens mij is er... Uh, Bedoel je ook um, iemand die uit Nederland komt. en die dan Engelstalig ja. praat, bijvoorbeeld? Ja, ja dan bijvoorbeeld... is het niet de grootste. Nee. nee. Maar goed, dat maakt even niet uit. Maar goed. zo'n Enzo Knol, die. Um, daar zie ik een beetje hetzelfde als bij jou. van die. die, die, die heeft wel gewoon volwassen dingen, weet je wel. Uh, uh, zijn huis uh, wat hij aan het bouwen is. en zijn relatie en zo. Maar hij is eigenlijk nog steeds gericht op. op, op die kinderen. Ja. Terwijl bijvoorbeeld zo'n Don de Jong, zie ik, die. die Volgens mij groeit het een beetje mee met hem. Ja. Dus hij wordt zelf volwassener en ik kijk in zijn video's: wordt gewoon bier gedronken en uh, is iemand aan het roken en dan gaat het over een leuke vrouw. Ja. Terwijl bij Enzo Knol, ja, die, die laat dat soort dingen ook allemaal niet zien. Ja. Uh, misschien omdat hij zelf dat ook niet wil of zo, omdat hij gewoon niet meer aan de alcohol of aan de drugs is. Ja. In hoeverre, ja, het antwoord heb je misschien al een beetje gegeven... maar je, je doelgroep groeit niet echt met je mee, nee. toch? Nee, en dat komt denk ik ook door de vorm. Als je het tekent kun je het gewoon niet zo serieus nemen op een gegeven moment meer. Pas na, een, als je de puberteit voorbij bent, dan pas kan je het weer omarmen vaak. Omdat je dan, ja, ja ik denk dat dat gewoon zo werkt. Um, dus op een gegeven moment raak je die kijkers wel kwijt. Um, maar ik denk ook dat het te maken heeft met de, de manier hoe ik praat. Want um, ik heb bijvoorbeeld ook video's waarin ik gewoon dingen over mijn leven zeg. En ja, dat, heeft niet, dat, dat, dat kan je bijvoorbeeld wel gewoon uh, uh, kijken als je 18 bent of 16 of wat dan ook. Ja. Dat maakt niet uit. Maar als het echt die karakters zijn, dus gewoon waarin ik uh, stemmetjes opzet en dat soort dingen. Ja, dat is toch iets kinderachtigs of zo, als je het zo kan noemen. <laughs> ja. ja, als je 16 of 17 bent, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja... Ik kijk nu even naar. De, naar de maar, dat, maar dat betekent dus dat je dat je eigenlijk gedwongen wordt om, om constant ja inderdaad de actualiteit of de trends in de gaten te houden bij bij de jeugd. Toch? Ja. En ik heb het een paar keer gedaan, dus ik heb dat iets van vijf, nee, ik denk wel iets van acht keer of zo. Heb ik echt gewoon op een trend ingespeeld. Maar dat geeft dan eventjes, uh, hoe noem je dat? Uh, er gebeurt dan iets op je kanaal, maar daarna stort het wel weer in. Of tenminste, het, het, het gaat weer naar normaal naar een baseline. Ja. Zo, dus je hebt zo'n piek en je baseline gaat een klein beetje omhoog. Maar het is ook wel weer jammer. Want als je bijvoorbeeld die fidget spinner video. Ja. Die ga je nou niet, niet echt meer kijken. Omdat je denkt, oh, dat is vet achterhaald, zo'n ja, fidget ja, spinner. Ja. Je moet wel nu echt dan denken: oh, ik ga alles kijken. Ja. Je, maar het is niet dat je die even aanklikt of zo. Je denkt oh. Ja. En. Maar dus, dus maak je eigenlijk content die met een uh, duur woord de tand des tijds overleeft? Dat, dat is het beste. Ja. Maar het is wel moeilijk. Uh, dat is een beetje die, die constant die weegschaal. Van, ga je voor een trend, maar je weet dat, je dat dat over een tijdje niet meer relevant is. Bijvoorbeeld magneetvis is ook zoiets geweest waarvan ik dacht, oh, daar moet ik echt video's over maken, want dan kan je leuke dingen mee verzinnen en het is hot. En nu weet je van ja, het is niet meer hot, mm -hmm. maar je kunt er nog wel leuke dingen mee doen. Dus, ja. je, dus je hebt wel karakters al geïntroduceerd. Ik had bijvoorbeeld vissen die aan het magneetvissen waren. En dan, uh, ja. Maar dat is dan nog zo leuk dat ik er nog mee doorga. Maar dat staat dan los van de hype. Ja, ja. Maar vaak als je een hype pakt, dan, ja, dan kan je er dan ook niks meer mee. Betekent dat dus ook dat je zelf vlogs kijkt om op de hoogte gehouden te willen worden? Ja. Maar, maar dat heeft dus ook een soort doel. Het is niet omdat je zelf denkt, ik heb zin om te kijken, maar ik, ik moet het gewoon kijken. Ja. Als ik aan mensen van mijn leeftijd vraag, kijk je wel eens YouTube? Dan is het eigenlijk vrijwel nee. Tenzij het een Engelstalig iemand is. En dan denk ik, en dan zegt ze, ja, want Nederlandse content vind ik altijd een beetje stom en zo. En dan zeg ik altijd, ja, ik snap het man. En denk ik, maar Niels, je kijkt eigenlijk alleen maar Nederlandse content. of nou ja, ja. Tot wel kort. Ik denk een paar jaar geleden wel veel internationaal. Maar... Um, Noem je dat, nationaal, is dadelijk door elkaar. Nee, maar mm -hmm. ik bedoel, um, die Nederlandse dingen kijken, was echt gewoon onbewust om te kijken wat hoe zit die markt in elkaar, wat speelt daar? Um, ja, en dan, dan krijg je echt zo'n drang om alles te weten. Hoe, hoe zitten de scenes in elkaar? Welke YouTubers zijn bevriend met wie? En wat doen ze allemaal? Om een soort van uh, noem je dat je plekje daarin te kunnen ja. innemen. Want je hebt ook wel eens wat met Royalistic gedaan, geloof ik. Dat is ook een hele bekende naam, ook van dat drankje Focus Drink. Ja. Yeah. In hoeverre is het jouw doel geweest om bij de grote jongens te horen? En in hoeverre? Nou, het grappige is, in het begin zei ik tegen mezelf: ik ga met niemand samenwerken, want daarna ga ik de kracht uh, extern zoeken. En dan heb ik het idee dat ik anderen nodig heb om zelf weer toe te doen. En ik wist dat ik de skill set had om het zelf te kunnen doen. Omdat ik juist, ik zag wat er was en ik dacht, ik kan dit uh, beter of aanvullen. Dus ik heb niemand nodig. Maar als je er dan eenmaal in zit en mensen komen naar jou toe, dan ga je toch, uh, hoe noem je dat, bevriend raken met, met, met ja. andere creators. En dan denk je, ah, eigenlijk boeien. Het is best wel gezellig. En uh, waarom niet? We kunnen van elkaar, uh, hoe noem je dat? Met elkaar collaben een beetje samenwerken en dan uh, samen groeien. Ja. Maar in het begin had ik wel heel erg zo van een soort van bewijsdrang om het zelf helemaal te doen. En, ja. en oh, het gaandeweg dan merk je, ah, het is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja, het is ook wel grappig, want je motief zou ook kunnen zijn, ik ga juist met anderen werken, want dan word ik gezien uh, als een van hen, weet je wel. Dus je kan dus het alleen doen vanuit het thema bewijsdrang, maar je kan het ook samen doen vanuit het thema bewijsdrang. Ja, maar dat is wel, het is wel, meant, uh, als je collega YouTubers hebt, dus het blijft wel moeilijk. ...om als echt vriend, vriendschappelijk. Want je hebt allebei iets wat je aan elkaar... Als je een vriendschap hebt zonder dat je iets van de ander kan krijgen... ...behalve gewoon acceptatie en uh, verbinding. Mm -hmm. um, ik bedoel, dat is veilig. En op het moment dat je iets hebt wat de ander wilt, dan is het eng. Weet je wel, dan... Weet je, is het nou vriendschappelijk of is het nou uh, business -wise? Ja, maar je bent dan toch ook wel aan elkaar gewaagd. Want ik bedoel, uh, die jongens hebben veel volgers en jij ook. Ja. En jij hebt een andere output met je animaties dan zij. Ja. Heb je het idee dat je fysieke omgeving dus ook heel erg veranderd is... door, door, door het werk wat je bent gaan doen? Nee. Nee, totaal niet. Nee, want jij hebt, jij hebt gewoon best wel vrienden die, die ook helemaal niet op YouTube zitten. Ja. Ik, ik, ik heb, ik heb amper vrienden die in YouTube zitten. Dat ja. zijn gewoon meer kennissen. Ja. Het is niet... Ja. Ik heb één... Ik had één... Ik had één vriend, laat maar zeggen, die echt uit YouTube kwam. En dat was maar Die is nu overleden. Maar omdat... Je bent dus bang om... Dat heb ik tenminste, hè. Dus je... je, je hij had meer, minder subscribers als mij. Dus ik... Ik wist dat ik geen misbruik van hem kon maken, laat maar zeggen. Of mm. zoiets. Dat is, dus dan durfde ik me al meer open te stellen daarnaar. Daarna. En hij stuurde ook gewoon altijd random filmpjes van: hey, check, dit is vet grappig. Weet je, dus ik hoef niet steeds, laat maar zeggen, aan hem iets te vragen. En dan, dan heb je dus dat je, hoe noem je dat steeds uh, een soort gelijkwaardige vriendschap of zo. En dan ontstaat er gewoon vriendschap. Maar ook met, over het algemeen heb ik dat niet. Dus mm -hmm. dat je echt uh, vriendschap... Uh, ...van YouTube echt overhoudt. Nee, want dat vind ik wel een soort bijzonder aan jouw verhaal tot nu toe. Dat ik bij mezelf denk: oké, okay, je hebt zoveel bereik hè? en dan zeggen ze hoge bomen vangen veel wind. Uh, als je kop boven het maanveld uitsteekt, dan wordt er wat van je gevonden. Dus je hebt zoveel bereik dat je ook, ja, je, er zijn waarschijnlijk ook iedere dag heel veel reacties op je filmpjes nog steeds. Ja, dus er wordt van alles van je gevonden. Ja. Je moet er ook van leven, op een gegeven moment dan. Ja, dan, dan, dan is het dus denk ik ook heel makkelijk om helemaal bij jezelf te vertrekken. Ja. Maar dat ja. Is, is niet gebeurd. Je bedoelt dat je... Dat je gewoon, dat je gewoon heel erg uh, een soort chameleon wordt en de kleur aanneemt van wat je doelgroep wil of... Ja, het is wel gebeurd hoor. Er is wel een periode geweest waarin ik echt uh, op een gegeven moment uh, gewoon... Ja, u vraagt, wij draaien... Ja, dat is er wel geweest. En, maar dat moet je dan weer realiseren. Dan zit je er weer iets te veel in. Ja. Heb je door die community het gevoel gehad dat je. Dat je een soort van, uh, juist een soort tribe had? Of heb je door die community het gevoel gehad. juist dat je je alleen voelde? Omdat je dan in Haarlem naar de kroeg gaat en je bent de enige met zo'n kanaal. en de rest uh, ja, die, uh, die doet bij wijze van spreken management. Uh, de afdeling uh, LinkedIn uh, sales. Ja, yeah. ja in zekere zin wel. Ik was met Mikey, dat is uh, een vriend van me, uh, deden we een Pokémon aflevering voor op mijn YouTube kanaal. En daar ging ik dus mezelf ook filmen. En in dat filmen daar verwerkte ik dus uh, Pokémon's. Um, het was dus een soort van Pokémon uh, paradieachtig iets. En toen was ik daar aan het opnemen bij het surfmeertje in de Velse Broek. Zo'n meertje. En daar zijn altijd kinderen. Maar ik dacht, nou, niet naar die, bij die kinderen daar filmen. Want dan herkennen ze je allemaal. Dus we gaan gewoon even een steigertje ernaast. Dus ik sta daar. Helemaal met mijn kleding aan. petje petjes erachter, ervoor, Een Pokémon-petje. Uh, uh, allemaal attributen en zo. En er komt iemand van mijn oude klas. Of van mijn school. Of, eh, van mijn school basisschool. En die liep met een kind. Die liep voorbij. En hij herkende mij niet. Maar ik hem wel. En ik, ik voelde zo'n soort van. Schaamte of zo. <laughs> ik dacht, sta ik hier een beetje, een beetje gek te doen? En hij heeft gewoon een kind. En waarschijnlijk, uh, toen had hij dus waarschijnlijk ook een, een eigen huis of zo, kan ik me voorstellen. En toen had ik wel echt even zo: wow, ik leef echt in een andere wereld. Ja. Want je bent zo ingezoomd in je uh, succes en bouwen, bouwen, bouwen. En op een gegeven moment vergeet je gewoon dat je basisschool hele andere mensen zijn. Die hebben of, well, eigenlijk iedereen om je heen, maar die, accept, die, die, die weten het allemaal al. Maar dus die basisschool mensen niet, weet je, en dan sta je daar zo. Ja, dat is wel. Uh... Maar je vertelt dat ook wel met een glimlach, maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel ook eenzaam kan zijn in de vorm van ja, uh, je werkt in je eentje. Ze je... hebben letterlijk wel eens gezegd dat je geen concurrent hebt in Nederland. Want ja, ja, ja er, er zijn wel nog YouTubers, maar, maar echt animators met een, een eigen verhaal. Nee, er uh, waren er twee. Waarvan allebei gestopt uh, zijn. Ik denk ook dat het gewoon te intensief is om te maken. Uh, vloggen of gamen uh, is gewoon wat makkelijker, wat dat er gaat. Ja. Dan kan je sneller produceren. En als je dus in views moet verdienen. Mm -hmm. Ja, dan uh, ben je met animatie natuurlijk uh, niet heel slim af. Ja, en we hebben het nu over YouTube. Hè? Uh, in hoeverre heb je het idee dat. Dat YouTube nog, nog heel erg ja, aantrekt in bereik. En in hoeverre ben je ook aan het kijken van waar kan ik dit kunstje nog meer doen? Want, want in feite staat wat jij doet natuurlijk helemaal los van YouTube. Ja, ja het is iets uh, creëren, uh, ogen, ballen erop vestigen en dan daar iets. Maar ja, dat is het hele lastige met bijvoorbeeld uh, TikTok. Bijvoorbeeld. Daar uh, krijg je heel veel bereik. Je uploadt iets, daar ben ik binnen een paar maanden naar 150.000 volgens mij, of 120.000 volgers gegaan. Ik weet even niet meer hoeveel, maar dat ging echt heel snel. Ja, zie je dat ik niet eens weet, dat zegt <laughs> al hoe weinig het eigenlijk voor mij betekent, omdat je dat heel snel gebeurde. Ja. Dus hebt heel snel een groot bereik, maar en en sommige vi video's die ja, dat echt 6 miljoen views dat je gewoon echt denkt van. Waarom komt er geen geld binnen? <laughs> waarom komt, ja, waarom ja, verdien ja. je daar niks aan, weet je? En dat is dus met YouTube is op dit moment het enige waarbij je aan ja, views geld kan verdienen, zodat je niet, uh, weet ik veel wat, een product hoeft aan te prijzen of wat ja. dan ook. En met TikTok of met Instagram zit je toch uh, vast aan een ander verdienmodel. En ja, die moet je maar net uh, zien te verzinnen. Um, en als je zelf geen eigen producten hebt, moet je dus andermans producten gaan aanprijzen. En ja, daar, daar moet je toch wel selectief in zijn. En als je het te vaak doet, dan uh, kan dat als uh, verlogeling, hoe noem je het, mm -hmm. uh, kan dat rot aanvoelen. Heb je het idee dat je ook iets wil meegeven? Um, als je nu terugkijkt misschien pas van... oké, okay, ik maak altijd uh, animaties en eigenlijk is de rode draad toch wel dit. Of heb, uh, hey, ik kan me ook voorstellen dat je verantwoordelijkheid gaat vo uh, voelen over ja. de jeugd. Ja, zeker. Maar dat heb ik al mijn hele leven. Als ik bij de skatebaan was en er waren daar kids die waren jong... en uh, die wilden graag uh, ook meedoen... En de andere skaters die skaten er gewoon vlak langs en boeiden ze niet. Dan zat ik zo: hé, hey, uh, tof, uh, ben je net begonnen of wat dan ook. En ik, heb dat, dat is ook de, ik denk dat ook niet iedereen mijn, wat ik dus doe, dat iemand anders het zou kunnen doen. Er dat, dat zijn niet veel mensen, denk ik, die dat willen. Die zouden toch kiezen om een iets meer edgy-achtig iets te kiezen of zo. Ik denk dat die drang om, om er voor jongere doelgroep te zijn of zo, dat je die heel erg moet voelen van binnenuit. Dat heb ik wel gehad. Ja. Maar ja, soms dan houdt hij ook een beetje tegen. Want ik had bijvoorbeeld uh, Tering Jantje. Dat was een van mijn eerste karakters die een beetje bad guy-achtig was. Maar dat was dan wel knullig. Weet je, dus een heel knullig iets. En dan had hij zo'n zo naar stemmetje. En dan uh, Tering Jantje. En dat was dan het, de grap ook een beetje. Dat is ook knullig en dan met zo'n heftig woord, laat maar zeggen. Mm -hmm. Maar dan kom je op zo'n YouTube-gathering... Er staat een dikke rij met van die kids die allemaal op de foto willen. Met hun ouders erbij, hè. En dan, dan komen ze en dan gaan ze dus dat stemmetje doen. Van, tering Jantje. En dan denk ik, ja shit, weet je wel. Dan sta je toch het verkeerde voorbeeld te geven ergens of zo. Dus ze, roemen, ze roepen dat woord en toen heb ik het dus gewoon Jantje genoemd. En ja, die gaat twee kanten op. Aan de ene kant denk je van, je bent toegankelijker. En... Je kan er zijn voor meer. Mm -hmm. Want een heleboel kids willen ook nog niet, laat maar zeggen, dat zeggen of wat dan ook, maar er wordt er gewoon een neus ingeboord. En aan de andere kant is juist de, de grap, is de woordspeling daarin. En, ja. Uh, of, ja, en dat, dat een beetje dat dat zo, oh, oh dat, weet je. Dat mm -hmm. is voor kinderen juist ook weer heel grappig. Dus, het, is, het, is, het is echt Weet zo je wat je die kids wil meegeven? Of heb je geen idee? Ja, ik... Um, ja... Respect voor elkaar. Dat is eigenlijk uh, aardig zijn voor elkaar. Ja, dat, gewoon die basisdingen. Op YouTube heb je heel veel uh, YouTubers die elkaar naar beneden halen, uh, niet heel veel, maar er zijn er een aantal die dat doen en, en dat, dat voorbeeld wil ik dus niet geven. Mm -hmm. ja. dat, uh, dat je bijvoorbeeld met zo'n Enzo Knol samen kunt uh, ja. gaan werken, dat is eigenlijk een recente gebeurtenis nu we dit opnemen. Misschien heeft het heel kort. Wat heb je dan voor hem gedaan? Um, ik heb zijn videoclip gemaakt. Dus van zijn intro-song. Uh, uh, voor iedere vlog komt er een klein stukje van een intro mm. En dat is een liedje. En dat heb ik dus geanimeerd. Dus dat, die, uh, dat heb ik verzonnen. En dat is laten animeren eigenlijk. Maar ik heb dat dus verzonnen, getekend en alles. Um, en we hebben nu een serie van tien afleveringen gaan we maken, in ieder geval. Uh, waarin we uh, ik dus fragmenten pak van zijn vlog, helemaal opknip, een beetje in de gekke manier, en uh, daar dan een animatie uh, van maak. Dus dan kun je zijn vlog out of context halen en het heel grappig invullen met animatie. Uh, dus dat is wat ik doe. En ik denk dat je dat bedoelt te vragen omdat uh, um, de persoon of niet. Nou, er zitten eigenlijk twee vragen misschien in. Ja, hoe kom je met zo iemand in contact? Is dat gewoon uh, ons kent ons op YouTube. Of hoe werkt dat? Ja, ik had het, voor het concept al heel lang liggen. Ik denk echt wel al vijf jaar of zo. Vier. En, en het concept, dat is dat je een bekende vlogger. Ja, nee, voor hem. Hè? Echt voor hem, voor okay. specifiek voor hem. Want hij heeft, laat maar zeggen, de exacte doelgroep die ik leuk vind, zijn positiviteit. ja um, je kan wel met iemand gaan samenwerken die bijvoorbeeld veel views heeft, wat dan ook, maar als die niet met je kernwaarden overeenkomt, dan is het toch eng, weet ja. je? En omdat het op zijn YouTube-kanaal komt, draagt hij de verantwoordelijkheid ook van mijn naam, van mijn imago. Als hij bijvoorbeeld uh, een beetje controversiëler zou zijn en uh, slechte dingen ook wel eens zou doen, dan wordt mijn naam ook geschaad. Dus weet je, dus ik vind het gewoon heel belangrijk wat hij uitdraagt, en daarom ben ik dus bij hem uh, gekomen en ik. Ik had hem al een keer of drie gezien of zo, in het echt. Dus ja, we kenden elkaar wel. Hij wist niet mijn echte naam, maar wel Vogeljongen. En uh, toen heb ik hem ja, gewoon benaderd. En, uh, maar ja, hij reageerde niet. Mm -hmm. <laughs> dus uh, toen kon ik via via, heb ik gezegd... hey, zou je even kunnen tippen Dat in zijn inbox? Want ja, die jongen ontvangt zoveel berichtjes. Ja, ja. ja. En dan vervolgens, dan ben ik inhoudelijk ook wel benieuwd. Hè? Want je hebt dan een filmpje waarin eigenlijk zij figureren. En, en ook hun stemgeluid wordt gebruikt. Ja. En is dat dan een script dat zij gewoon achter de microfoon gaan zitten. En dat jij daar omheen animeert? Nee. Nee, het is zelf echt niks te doen. Dus ik, 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 ik pak gewoon een vlog. Die vind ik interessant. Daar gebeurt veel. Er zijn ze heel. Ze moeten eigenlijk heel actief zijn. Dus ze moeten echt hun stem verheffen. Als het Des te meer zij bijvoorbeeld gaan schreeuwen of uh, lachen heel hard of wat dan ook. Des te meer ik daarin heb. Dan download ik die vlog. Dan ga ik hem in stukjes knippen, alle quotes die ze zeggen, alle zinnetjes. Um, de rest verwijder ik allemaal. Dan hou je iets van. Is dus het acht minuten over, van zo'n uh, half uur vlog of drie kwartier vlog. En dan zet ik het beeld uit. Dus het is geen visuele context meer. En dan ga ik gewoon luisteren met mijn koptelefoon op en dan ga ik gewoon kijken, hoe kan ik al die fragmentjes zo wisselen, omzetten, dat je het helemaal uit context haalt. Dus bijvoorbeeld uh, als uh, uh, Myron's vriendin, als die dan heel hard moet lachen om bijvoorbeeld uh, um, iets wat Enzo zegt, is het misschien extra grappig als ze nu helemaal stuk gaat omdat Enzo onderuit gaat bijvoorbeeld. Weet je, of mm -hmm. bijvoorbeeld in de eerste aflevering... dan, dan uh, heb, je, heb ik een bepaalde spanningsopbouw gemaakt... dat ze echt iets gaan, een berg gaan beklimmen van heb ik jou daar. En gewoon, een, je, je hoort helemaal een spannend muziekje... met weet je zeker dat je het gaat doen? Ja, 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 ja. En dan vervolgens dan is het maar zo'n bergje weet je, van een paar centimeter. <laughs> en dan is het, oh, was het eng, ja, echt mijn hoogtevrees. Die, uh, die, weet je, nou, dus dan je haalt het, verhaal, het originele vlog out of context. Ja. Yeah met video, met animatie, met tekeningen... kun je dat heel erg accentueren natuurlijk. Je hebt alle vrijheid. Ja. Ja, in, in dit geval hoor ik ook hoeveel werk het is. Ja. Want je kan wel losse ook zinnetjes hebben... maar die moet je ook maar aan elkaar zien te lijmen tot een geheel. Ja. En dan hebben we het nu eigenlijk helemaal gehad... over het stukje animeren. Maar waar we elkaar ook wel op hebben ontmoet... is misschien meer... De wereld waarin ik het meest actief ben qua werk, en dat is persoonlijke ontwikkeling, uh, ondernemen uh, en dat allemaal nog meer. Want, want dat is denk ik iets wat, wat een beetje buiten, uh, buiten beeld blijft, letterlijk. Ja. Er ja, is zo'n bewuste reden voor dat je, dat, je, dat je die kant eigenlijk niet heel erg etaleert in bijvoorbeeld je, je animaties. Dus zowel echt jezelf laten zien, gewoon. In beeld. Ja. Dat, dat doe je niet vaak. Nee. Maar ook ja, wat jij rondom persoonlijke ontwikkeling, misschien wel spiritualiteit en ondernemerschap allemaal ja, doet of wil gaan doen. Ja, ja klopt. Dat, dat zijn twee kanten van mij. En er zijn een aantal redenen. Dus de eerste reden is dat je gewoon niet weet hoe het publiek daarop reageert. En die aanname van mij is, laat maar zeggen, dat het minder interessant is. Het is grappiger als. Ja, dus dat het niet matcht. Um, en ook dat je soms... zijn dingen ook fases. Je, dus je hebt een bepaalde gedachtegoed. Je denkt over iets na. En dan kan je soms best wel de drang hebben om dat te verkondigen aan ja. mensen. En een paar, jaar la, een paar maanden later kan je er heel anders over denken bijvoorbeeld. Ja. Een paar jaar geleden natuurlijk. En als je dan het ene verkondigt of het andere verkondigt en je gaat een hele grote groep kids een bepaalde richting insturen, vind ik dat best wel een verantwoordelijkheid. En dan heb ik liever laten zeggen dat ik het dan een soort van iets moreels, iets overkoepelends doe dan een um, bepaalde stroming die ik op dat moment interessant vind. Maar er is wel natuurlijk iets in mij wat gewoon ook zich graag wil uiten. Inderdaad, ja, dit soort dingen. Um. Ja, want als je het vergelijkt met zo'n Tibor Olgers die jij ook volgt. Die heeft een nieuwe lichting. En die is gewoon, maar ja, ja, je kan het wel een soort school noemen om om de jeugd een hele andere manier van onderwijs te geven. Ja. Hoe kijk je er naar ja, zoiets? Ik vind dat echt super, super, super vet. Ja, ja dat, ra dat raakt me echt. Omdat dat is precies, laat maar zeggen, wat ik ook heb. Dus laat maar zeggen de jongeren. Om die te ja, coachen, mentor of wat dan ook. Bij mij zit die dan heel erg afgekaderd in entertainment. Maar er is zoveel meer, weet je wel, en wat T-Boarders doet. Is dus laat maar zeggen, die jongens bewust maken van hun masculine energie. En uh, dat opbouwen, en ja, dat vind ik, dat vind ik echt geweldig. Dat ja. is dus gewoon, wat er de laatste tijd natuurlijk gewoon heel veel gebeurt, dat iedereen, alle jongens, een beetje inzakken op die masculiniteit. Waaronder ik zelf ook bij mezelf ook gemerkt heb. En dat hij dat aanwakkert. En dat mm -hmm. je daar niet voor hoeft te schamen, weet je? Er zit toch een bepaald. Uh, idee over van uh, nee, nee, nee. Vrouwen en mannen moeten gelijk zijn. Weet je, dat soort dingen. En als jij zegt, ja, maar ik wil gewoon graag wat meer in mijn mannetjes staan. en ik vind het leuker om dat te providen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat wordt in de randstad niet echt geaccepteerd. Weet je, van uh, ja, gelijk. Uh, maar hij, hij heeft daar dus wel een hele duidelijke soort van. Nou, uh, bijna zo zit het. En uh, dit is volgens de wet van de natuur. En uh, ja. Jij bent eigenlijk heel erg behoudend, omdat je zegt over drie jaar: Denk ik misschien wat anders. In, ja. in de jeugd te vertellen: Zo zit het. Maar je bloeit nu wel helemaal op. Ja. Bij iemand die zegt: Zo zit het. Ja. Dus wat, wat verschilt dan uh, op dat moment, Tibor? Ja, van jou, want jij, jij hebt eigenlijk nog meer bereik dan Tibor als het om de jeugd gaat. Ja, en ja, misschien gewoon: misschien Juist dat stukje je, je eigen plek innemen. Toen ik hem voor het eerst luisterde, toen dacht ik... Jezus, wat is dit voor een uh, heftige gast. En weer de manier waarop hij praatte. Dan had ik hem meteen ingevuld. Oh, dat is zo'n gast. En uh, Nikita, mijn toenmalige vriendin, die zei ook van... Uh, nee, je moet het echt even afluisteren. Het is echt interessant. Toen ben ik het toch gaan luisteren, toch gewoon open gaan stellen. En toen merkte ik van, hé, hey, dit is gewoon... Hij spreekt de thema's aan die, die in mij, laat maar zeggen, zitten. Weet je, die, die ik niet aan durf te kijken of niet wil zien of wat dan ook. En juist om, ja... En dat dus heeft dus ook met je plek innemen mm -hmm. te maken. En ja, dit is natuurlijk met mijn YouTube-kanaal... is het best wel een verantwoordelijkheid om dat in één keer een andere wending te geven, weet je, waarin je meer gaat laten zien. Ja, ja want het gekke is, en dit vind ik ook bijzonder, er zijn denk ik heel veel mensen die ook willen groeien in bereik, naast omzet en zo. Ja, omdat ze dan meer invloed hebben, hè, dan kunnen ze de manier waarop zij de wereld zien doorgeven aan een nieuwe generatie of doelgroep. Ja. Heb jij dat ooit gevoeld, van ik wil die community opbouwen om omdat ik mijn kijk op de wereld bij anderen wil uh, overbrengen. Ja, in, in een zekere zin wel ja. Niet in alles. Um, wat ik net zei: sommige dingen zijn gewoon echt gewoon fases. Dat ja. je denkt: oh, dit vind ik interessant nu. En uh, maar een heleboel basisdingen. Bijvoorbeeld de keuze waarom ik nooit ben gaan roken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die heb ik als in de puberteit heel bewust meegemaakt. Dat is echt een struggle van binnen geweest... van ik wil erbij horen, ik wil heel ja, graag ja. roken... maar ik heb het nooit gedaan. Heel ja. bewust. Ik heb dat helemaal, ja. laat maar zeggen, ontleed voor mezelf. En daar heb ik achteraf gezien heel veel massa mee... dat ik dat toen ja, kon ja, ja. relativeren. En dat zijn van die boodschappen... die ik heel graag zou willen doorvertellen. Dus, ja. dus ik zou dat ook aan die kids willen meegeven. Maar ik zoek daar nog wel een beetje de juiste vorm voor. Uh, ja... Ja, want er zit hem nu vooral op entertainment. Ja. En er is wel een kant waarin ik dus meer een soort over mijn leven vertel. Het is meer een storytime noem ik dat dan. Dus ik heb wat leuks meegemaakt en dat vertel ik op een wat grappigere manier. Maar daar kun je dus heel, eigenlijk best wel op een goede manier dit soort dingen vertellen. Ja, want ik moet denken aan, ik geloof Oscar Wilde of zo, die zei ooit: If you want to tell people the truth, make them laugh, and otherwise they will kill you. Ja. Want jij hebt natuurlijk met die humor natuurlijk wel echt een ingang om, om, om quote on quote de waarheid te vertellen. Ja. Ja, maar dat is als iemand iets heel zwaars zegt uh, en hij blijft zwaar op het einde en nergens wordt gelachen. Als hij dan dingen vertelt die net een beetje op het randje zitten waarvan je denkt: kan dit wel? Weet je wel, mm -hmm. dan hangt een heel serieuze sfeer hangt daar. Maar op het moment dat hij gewoon in één keer daarna het overdrijft, duidelijk een grap maakt, het even zichzelf onderuit haalt of wat dan ook, weet je wel, is in één keer die spanning er vanaf. Ja. Dan moeten we allemaal lachen en weten: van... hé, hey, wacht, we hoeven het niet altijd zo serieus te nemen. Maar er zit wel een kern van waarheid in, in, het, in de boodschap die hij vertelt. En als je kijkt naar clowns, uh, waarvan wel eens wordt gezegd: uh, uh, clowns die huilen thuis. Is er bij jou uh, thuis ook zo'n grapjes te vinden, of... ...ben je thuis iemand die... Nou, er is, er is wel, ...vrij serieus is? Ja, er is, er is wel, daar is ook weer een twee-site... ...waar de, de versie van mijzelf... ...online, met, onder de naam Vogeljongen... ...ja, die is echt... ...die is altijd aan. Want je, die is gewoon... ...die is daar, die is alleen maar leuk en dat soort dingen. Maar thuis, ja... ...ben ik heel rustig. Uh, introvert. Um, ja, overdenker soms. Nou, soms. Dat ze het overdenken juist, heel veel. Um, maar op het moment dat ik, als er mensen bijkomen... dan lijkt het wel alsof er energie in me omhoog komt... die zegt, yes, nou kunnen we weer, of zo. Weet je, dat... Ja. Dus het is, het is um, ja, wel degelijk dat er echt twee, twee kanten zijn. En een heleboel mensen bijvoorbeeld ook, die mij dan vrienden of wat dan ook... als ze me een keertje horen schelden bijvoorbeeld. Die zeggen, oh, ik wist helemaal niet dat jij ook uh, kon schelden. En denk ja, nou, als je me echt gewoon kent van thuis, dan weet je dat ik ook gewoon scheld. En uh, heel normaal, ja, uh, yeah. als je alleen maar de party nieuws ziet. Weet je, als ik gewoon aan het feesten ben met vrienden of wat dan ook. Mm -hmm. Of op een verjaardag ben of uh, op YouTube. Ja, dan zie je echt maar een klein gedeelte van mij, ja. Was, was, toen, toen jij startte, was je zelf, hoe oud was je toen? Um, nou, dat is nu iets van acht jaar geleden, denk ik, of negen jaar. Geleden. Hoe oud ben je nu? Uh, 34? Kijk, dan weet weten hoe oud je toen was. <laughs> okay, als je geen antwoord geeft, dan. Nee, nee. Ik weet het niet. <laughs> nee. Bij dit soort dingen gaan mijn hersenen uit. En denk ik: ik laat de anderen het oplossen. <laughs> ja, 26, uh, volgens mij. Ja, dat zou best kunnen, ja. Toen was je ook al ouder dan, dan, ja, de, dan de doelgroep. Ja. Dus je, je, het, is, het is ook niet zo, hè. Kijk, Enzo Knol, die was aan het begin denk ik even oud als de doelgroep. Ja, want hij doet het nu 10 jaar, dus dan was hij 19. Ja. dus de doelgroep was misschien nog wel ook iets jonger, ja. maar de appel viel niet heel ver van de boom. Ja. is dat dan ook een bewuste keuze geweest om ja ja en dat, meteen al om jongeren aan te spreken? ja ik denk het wel. ik denk dat het gewoon veilig voelt omdat je natuurlijk een verhaal kan verzinnen. je hoeft niet meteen je hele hebben en houden online te gooien. Um, maar al snel merkte ik wel dat ik toch die verhaalkant inging, omdat ik toch wel wat persoonlijker wilde gaan en het al wat vertrouwder voelde, omdat je al iets online hebt gegooid. Mm -hmm. Aan de andere kant wist ik ook dat als ik jong was, dat weet ik niet of ik het wel gedaan had, want je zit dan natuurlijk heel erg in het ja, stuk schaamte enzovoort. En nu was ik dat al voorbij, voor een groot gedeelte. Je bent wat ouder, je denkt van als ja. ik dit online gooi en mensen vinden het niks, ja jammer dan, weet je wel, dit wil ik gewoon online zetten. En als je weet ik wel veertien bent. Ja. Maar er zit denk ik ook wel een soort paradox in van die stemmetjes en zo. Ja, als je die op je verjaardag had gedaan, dan was het misschien veel beschamender dan dat je het voor honderdduizend mensen op YouTube doet. Ja. Want jij zit toch gewoon bij je ouders uh, weer normaal aan tafel of bij je vriendinnen. Uh, ja, Zonder maar, dat je al die waarschuwingen uh, te laten zien. Maar op verjaardagen en dat soort dingen, uh, daar kwam juist die kant van mij naar boven. Dus met stemmetjes. Ja, en gek doen ja. en uh, vooraan staan en weet ik wat allemaal. Dus ja, dat voelde juist... Da daar merkte ik dat het goed werkte. Mensen gingen daar, reageerden daar goed op. Dan dacht mm -hmm. ik van ja, dit, ik heb iets te brengen online. Ja. Heb je het idee dat als je een hele andere doelgroep zou hebben, dat, dat je... Dat je ook zo'n bijdrage kan leveren. Ja. Maar ik vind het wel spannend. En, en wie zou je doelgroep dan zijn om, om meteen nog maar die ja, spanning aan te gaan? Ik denk, ik denk wel een beetje mensen rond de 20, 21, een uh, beetje rond die leeftijd. Ja. Uh, misschien tot en met 25 of zo. Nou, zou er dan tot... iets in je, in je ja, waarschijnlijk in de vorm veranderen? Of in de boodschap? Want hey, dat, dat, dat animeren en zo ja ik zou denk animatie weglaten ja het is ik denk niet dat dat per se nodig is kijk je hebt natuurlijk nu wel een heleboel um, coaches en dat soort dingen op uh, Instagram bijvoorbeeld en dat zie ik mezelf dus ja, nu nog niet echt zo snel doen ik vind dat best wel eng om jezelf zo te laten zien omdat er zoveel zijn ze dus zo als het minder zouden zijn zou het ook minder oordeel opleggen of zoiets het is nu ja, dan heb je er weer eentje. Dat idee, weet je wel. Ja, ik weet het niet. Je kan het ook omdenken van iemand die iets doet wat niemand anders doet. Ja, die is ook onveilig en wordt dus afgeschoten. Ja. Weet je wel, dus... Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ja, ik ja, ja, bedoel, ja. de eerste die uh, in een ijsbad ging liggen, die werd echt wel voor gek verklaard. Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Maar dat, ik denk ook dat het te maken heeft met dat ik mezelf dat een beetje heb aangepraat. Ja, je ziet toch wel veel bijvoorbeeld op YouTube... zie je veel influencers die dan eigenlijk elkaar een beetje belachelijk maken. Uit eigen onzekerheid. Uh, ja, en dan, dan, dan gaan, ze, gaan ze elkaar een beetje vergiftigen of zo. Weet ja. je wel, dan blijft iedereen maar lekker klein. Ja, en ik ben daar dus waarschijnlijk een soort van gedeeltelijk ingetrapt. Van, nou ja, zo'n coach bijvoorbeeld, weet je Oh, dan wordt weer iemand coach of gaat iemand weer een cursus verkopen of dit of dat. Mm -hmm. En in, 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 mij maakt dat niet uit. In, uh, omdat ik zit zelf in die on, hoe dat? Uh, zelfonderzoekwereld. En ik koop zo, laat maar zeggen, een cursus van iemand. als ik denk die heeft iets te vertellen wat ik graag wil weten. Maar als je die wereld nog niet in bent gestapt. dan klinkt dat als iets van. Uh, die gaat mij geld uh, afnemen. voor iets ja. onzinnig iets. Ja, en, maar ja, daar heeft het ook weer te maken met je doelgroep kiezen. Weet je, ja. en gewoon die andere mensen gewoon laten gaan, want ze zullen altijd wel iets over je vinden of, of ja. zeggen. Ja. Ja. En je zou dus inderdaad deze doorloop kunnen bedienen. Wat is wat is spannender voor jou, jongeren, uh, ja, die hun kritiek geven op uh, comments in YouTube, of inderdaad vakgenoten van dezelfde leeftijd? Ja, als ik kan, laat maar zeggen, honderd slechte comments krijgen van kids. Boeit me niks. Maar als er één iemand zit die uh, oogt als een vader... of als een uh, leeftijdsgenoot die echt oprecht zegt van... want ik heb één keer zo'n comment gehad namelijk. Ja, wat uh, was dat? Nou, maar dat was echt wel heel heftig. Dat ging over... Um, <laughs> dat ging over, over mijn vriendin en wat die er zou aandoen en, uh, op seksueel gebied. En ik dacht echt zo, wat, wat, wat. Je gaat dan denken van, dit is zo bewust getypt. Als een kind, laat maar zeggen, zegt van, hé, uh, hey, dit is vet stom of uh, uh, mm -hmm. wat hij noemt, uh, hij scheldt je voor iets uit of zo, dan denk je gewoon, ja, dit is gewoon een jong kind wat gewoon iets zegt en ja, het boeit niet. Ja. Maar als je bewust op een bepaalde leeftijd, weet je gewoon, als die dat zegt, dan zit daar iets achter. Mm -hmm. En omdat ik niet gewend ben, dan raakt het je dat. Ja, of juist niet, omdat je weet. Kinderen die spreken in zekere zin toch de waarheid en zo'n man die heeft gewoon een beetje een strategisch uh, verhaaltje gemaakt om jou uit de tent te lokken. Ja. Maar ja. In, in die zin kan je. Ik, ik, ik hoor altijd weet je dronken mensen spreken de waarheid, maar kinderen natuurlijk ook. Ja. Maar met kinderen is het wel. Um, uh, het ligt wel een beetje aan hoe ze typen natuurlijk. Ik heb de 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 comments die niet positief waren zijn meestal een beetje knullig. Het was nooit echt zoiets bijvoorbeeld dat ze me op een pijn Lekker raken. Nee. Bijvoorbeeld van, oh, je doet dit gewoon om bijvoorbeeld aandacht te krijgen. Om ja. te, dat is veel te bewust, weet je wel. En dan weet je gewoon ergens, ja, inderdaad, weet je, je wilt uh, gezien worden, dus dan, ga, dan kies je een podium, weet je wel. Dus, maar dat doen, ja. Ben je daar nog steeds even gevoelig voor, of ben je ook wel wat resistenter geworden voor dit soort kritiek? Nee, dat, 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 ik ben in het begin omdat als jij, laat maar zeggen, 100 volgers hebt en iemand schrijft wat, dan denk je, oeh, dit is waarschijnlijk realiteit. Als jij 10.000 hebt, dan begint het al kleiner te worden. Ja. Maar als je 100.000 hebt, uh, ik heb wel eens in de Sigodome of, uh, of, of in Arena heb ik dan gestaan. En dan, zie, dan, dan, dan weet je op dat moment hoeveel mensen dat zijn. En dan kijk je om je heen en denk je: ja, als hier iemand iets zegt, dat betekent toch niks. Ja. Dat je tenzij het allemaal zeggen. Als het allemaal zouden zeggen, dan, uh, ja, dan kan je het serieus ja. nemen. Maar, maar dat raakt me dan veel minder. En je, je, ook omdat je er aan gewend raakt. Mm -hmm. En dat, ja, dat is ook wel lekker hoor. Dat je nu, zeg maar, in deze podcast zit, dat, uh, nou ja, je bent natuurlijk in, in, hier en daar wel in video's gewoon zelf zichtbaar geworden. Um, is dat, een, is dat een nieuwe fase of is dit gewoon een soort happy accident? Ik denk een happy accident, maar wel een nieuw. Het komt wel in de nieuwe fase, precies. Ja. Ik ben wel echt, uh, ik ben wel echt de kaart aan het schudden van, nou, welke kant wil ik nu op gaan. Want de manier zoals ik hem nu aanpak, die wil ik niet meer uh, voortzetten. Er moet iets veranderen. Al is het maar een klein dingetje. Mm -hmm. de, de, ik ben een nieuwe kant in aan het slaan, ja. Ja. Dus. Uh, ja, dit je laten zien is natuurlijk wel uh, anders als een animatiekarakter. Of, ja. of een stem alleen. Ja. En die nieuwe fase, is dat, is dat voor jou nog totaal vaag? Of heb je daar al beeld en geluid bij? Nee. Het thema is wel helpen. Dus mm -hmm. mensen helpen, inzichten te geven. Ja. Ja. En betekent dat dat je, je zegt: ja, soms vind je dingen drie jaar en dan weer drie jaar niet? Heb je het idee dat er toch iets van een soort van essentie aan het ontstaan is in wat jij mensen wil meegeven? En dat je daar een boodschap over wil laten horen? Of, of is het juist meer de coachende rol van uh, nou, wat ik andere heel, mensen hun waarheid? Nou, wat, uh, ik, wat ik heel mooi vind is uh, spiegelen. Dus um, ik ben er, um, denk ik zes jaar geleden... ondanks dat ik dus mijn hele leven al heel bewust leef... en eigenlijk heel veel met, uh, met zelfontwikkeling bezig ben... en mezelf ook echt in die categorie zet... als je me in de vriendengroep bekijkt. Dus iemand die altijd nadenkt over wat hij doet en dat soort dingen. Maar zes jaar geleden of vijf jaar geleden... toen begon ik echt te kijken van... hé, hey, iedere keer als ik iets buiten mijzelf afwijs... of iets kritiseer of wat dan ook... zegt dat niet iets alleen over de ander... Dat is een, tot een bepaalde hoogte is dat een iets, maar het zegt meer over mezelf. Ja, en dat toen ging mijn wereld echt open. Toen pas was het mogelijk om echt naar binnen te gaan en te kijken van, hé, hey, waar zitten? Waarom doe ik zoals wat ik doe? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, waarom wil ik heel graag verkondigen dat ik dit doe? Of ja. waarom wil ik iemand afbranden? Of waarom wil ik judge ik iemand? Of wat dan ook? Dat heeft allemaal met een reden van binnen uit te maken. dat vind ik. Echt een eye-opener. ik denk ja, dat, dat eigenlijk zou iedereen dat, omdat ik dat zes jaar geleden of begon dat, of vier jaar geleden, dat ik denk: stel nou voor, als ik dat niet had, dan leef je echt met een verrekijker op. Je denkt constant dat de andere mensen de schuld zijn. Bijvoorbeeld, als jij iets tegen mij zegt en jij raakt mij, dan zeg ik gewoon: jij moet ophouden met dat zeggen. Ja. Yeah. Dan ben ik blij. Maar als jij dat gewoon je hele leven dat, dat niet weet, dat dat in jou iets getriggerd wordt. Dat in, in mij iets getriggerd wordt. En dan ben je eigenlijk weerloos. Dus, ja. ik, dus, dus als ik over dan al 100 ben of zo. En hoe, is, ik, hoe is die persoonlijke ontwikkeling ontstaan? Is dat ook iets wat in de familie al heel erg leeft, in je gezin? Ja, mijn moeder, die, uh, die is ja, hier heel veel mee bezig. En ook met op spiritualiteit gebied. En dat zit ook helemaal in mij. Ik heb heel veel met mijn moeder gepraat en daarover gefilosofeerd en weet ik wat allemaal. Ja, de, de laatste paar jaren is dat echt, uh, echt op, uh, op standje 100 gezet. Omdat je gewoon in die, in die periode gewoon heel erg op jezelf aangewezen was. Je, de afgelopen jaren en dan uh, moet je nou verplicht naar binnen. Want je merkt, je hey, zit allemaal pijn naar buiten. Je, dus, mm -hmm. uh, maar je kan wel ze zeggen tegen iedereen van hey, uh, als jij nou dat doet en jij dat doet, dan voel ik me chill. Je ja. Ja, de, de, de wereld wordt steeds kleiner. Dus op een gegeven moment moet je naar binnen gaan, je stukken aankijken. Het is ik wel een soort van, bijna een soort beeldspraak, hè? van als je wereld steeds kleiner wordt, dan moet je bij jezelf naar binnen gaan, maar dan wordt die eigenlijk tijdelijk nog kleiner. Als je snap wat ik bedoel. Ja. Want dan, uh, dan sluit je jezelf in jezelf op, zeg maar. Ja, Maar ik weet nog, ik, um, ik zat uh, um, een podcast te luisteren met Tijn Tauber. Mm -hmm. En hij vertelde over um, buitenaars leven, over reïncarnatie, over spiritualiteit en zo. En mijn moeder heeft daar over een aantal, een aantal van die onderwerpen, heeft zij al heel veel met mij gesproken. En over uh, bijvoorbeeld engelen en dat soort dingen. En die vond ik, dat, vond, dat, dat had ik gewoon aangenomen, hè. ik geloof dat. En, uh, ja. Maar op een of andere manier hield ik het toch op afstand. Het was toch een beetje zo van, oh, dat is een beetje wat mijn moeder allemaal zegt. Maar ik leef mijn eigen leven en ik geloof het wel, ik neem het wel gewoon aan, maar ik doe er niet veel mee. En omdat hij, toen hij dat vertelde in, in die podcast, kwam er bij mij echt een soort van een besef. Zo van, eindelijk durfde ik het echt aan te kijken of zo, gewoon echt te doorvoelen. En, um, dus omdat op dat moment, laat maar zeggen, werden er dus aan allerlei speerpunten door de maatschappij, laat maar zeggen op ons allemaal geduwd um, en toen wist ik van oh, dat ik moet echt naar binnen gaan daar zit hmm. de, de, de sleutel ja ja dat kwam wel door 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 een, door een podcast die ik luisteren dat het echt uh, een soort ja ontwaking of zo ja. Nou ja of zo ik weet het wel 100 zeker want dat hele uh, de kamer werd helemaal licht ja het, een heleboel van mijn kijkers zullen het misschien <laughs> niet snappen, maar de, de kamer werd op zee, echt licht. En ik, ik, ik begon ook op een gegeven moment dingen te zien en zo. Dus ja, dat, ja. dat was echt een ontwakening. En, maar dat kwam omdat er zoveel um, overtuigingen, waarin ik dus gewoon met zo'n zo verrekijker de wereld bekeek, in één keer werd hij veel breder of zo. Ja, het is allemaal heel erg algemeen wat ik nu zeg. Het zijn niet echt voorbeelden. Um, dus mensen zullen misschien niet precies bedoelen wat ik zeg. Is, is er ook uh, een soort wat van before-after in je animaties dan geweest? Nee, 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 nee. animaties, nee. dat is gewoon altijd hetzelfde gebleven. Dat is gewoon ja. heel erg die entertainmentkant, een ja. uh, beetje simpele humor eigenlijk, of noem je dat? Platte humor. Mm -hmm. dat, heeft niet iets, dat raakt niet iets van dit. Nee, want t zegt, zoals je één ding doet, doe je alles. Dus ik kan me dan ook voorstellen dat... Een soort spiritualiteit toelaten, toch ook wel je, je output doet veranderen. Ja, maar dat is denk ik ook waarom. wat jij net zegt van. Um, is er zo'n shift. Ja, en die shift is er. Je, je, kan op, je voelt op een gegeven moment dat je niet meer. Die, dat, dat alleen dat ene kan doen. De, mm. moet die andere kant moet ook ergens gezien worden. of ontwikkeld worden of wat dan ook. Uh, ja. Ik heb echt het idee dat ik iets kan uh, bijbrengen. En als ik dat niet doe... ik denk dat ik achteraf heel veel spijt ga krijgen. Weet je, als je bijvoorbeeld allemaal mensen om je heen... allemaal helpt, weet je als Ze vragen mm -hmm. om hulp of wat dan ook. Of hé, hey, hoe denk jij erover? En je kunt diegene echt helpen. En je krijgt er zoveel positieve reacties op terug. Is het toch gewoon zonde... als je dan niet je kracht... en je, je, je had, ja, bereik daarvoor kan inzetten? Nou ja, Het is denk ik best wel mooi als je inderdaad nu toch al ja, een soort van de, de right to tell hebt gekregen van die jeugd. Dus ze willen graag naar Vogeljongen luisteren. Ja, ik zie het wel voor me hoor, dat je gewoon uh, drie of vijf filmpjes... in een soort uh, serietje over uh, Barry Boff komt. Uh, die uh, ja, die uh, bleek ineens uh, verlicht te raken of zo. <laughs> ja, dat lijkt, ja. lijkt mij wel lachen. Maar ik denk dat... Dat ik het nog beter zou passen als ik het echt over mezelf heb. Ja. Denk ik. Want ik heb toch wel twee publieken, denk ik: de, de, hmm. de, 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 de karakters die ik verzin, en degene waarin ik vertel over mezelf. Ja, maar je kunt die, denk ik, ook op een hele grappige manier vertellen. Ja, dat is Zo, ook mooi waar. Uh, nou, en ik, uh, ja. Ik ja. heb uh, een maat van mij daar en daar. Nou, hij weet niet, ik luister ook nog spirituele podcasten. Uh, als je me nou, jongen, ik zeg, heb je net behangen, uh, even geschilderd, iets om mee, hoezo? Ja. Ja, ineens was alles licht. Ja. Zoiets kan je natuurlijk doen. Ja. Maar goed, je hebt een rijk uh, genoeg fantasie om ja, hier wel eens misschien al in je hoofd mee gespeeld te hebben. Zo'n ja. soort idee toch? Ja, ja, precies. Maar als je dat nu zo zegt, dan gaat er wel weer opnieuw wat aan, hoor. Want het is toch omdat je alles alleen doet. Je zit eigenlijk altijd achter je computertje, uh, Je blijft wel hetzelfde loepje steeds. Daarom probeer ik met zoveel mogelijk mensen te praten over mijn ideeën en alles en zo. Ja, om niet het loopje, het loopje te mm -hmm. krijgen. Ja, ik, ik vind het ook wel mooi om... Je ziet eigenlijk in de spiritualiteit het thema humor eigenlijk niet vaak. Nee. Weet je wel, dus... Ja, dat... Ja, die combinatie ja. is wel vet. Ja. Weet je, dat noemt Elke de Boer ideeënseks. Als je twee werelden met elkaar combineert die nog niet bestaan. Ja. Ik vind ja... Ik vind het wel lachen. Um, we zijn uh, zeg maar uh, een uur en een kwartier verder nu. <laughs> uh, ja, kijk, wij wonen bij elkaar om de hoek en uh, ik denk dus dat wat ons ook wel bindt, is die combinatie van. Ja, wat wat heleboel mensen niet achter jou zoeken, is die spiritualiteit uh, misschien, omdat je daar niet echt dat nee. ken, kenbaar maakt. Nee, maar ik vind dat wel echt heel interessant. Ja, maar bij mij is het eigenlijk andersom, uh, wat mensen van mij niet weten. Ik ga even onder de tafel zitten. Nee, maar ik bedoel, ik, ik, ik dood mijn tijd echt met, met, met gewoon ja, kijken naar vlogs van mensen die een nieuwe Ferrari hebben gekocht of uh, doen alsof er eentje gestolen is en allemaal pranks en waarschijnlijk heb ik die leeftijd helemaal niet. Um, maar dat is voor mij een soort bliksemafleider... omdat ik juist heel veel in die wereld van... Ja, het analyseren en het doorvoelen zit en zo. Ja. En, en da daarin zijn we een soort van... misschien in ons blauwdruk wel hetzelfde, maar... Uh, ja, je, ja zit, je, je zit aan de andere kant. Ja, wat bij jou de etalage is, is bij mij de winkel en andersom. Ja, maar het is wel... Ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je beide kanten... Zijn er, om, zijn er, om, om, ja, ja. Als je dat niet doet... Dan ben je of te afgestomd of te, te diep aan het gaan. Ja. Ja, ja nou, ik denk dat ik. Uh, ik heb ooit van Elke de Boer gehoord: van ik wil meer diepgang en meer oppervlakkigheid in mijn leven. Ja. Ik, ik heb best wel ook wat behoefte aan wat meer oppervlakkigheid. Ja. Kijk, soms ontkom je niet aan een stuk diepgang. Dan moet je gewoon even ergens doorheen. Maar ik denk. Een vriend van mij is helaas dat het toch een soort 80-20-regel is, weet je wel. Als je gewoon praktische dingen gaat doen, dan dien, dienen de levenslessen zich ook wel aan. Die, die hoef je niet op te zoeken. Um, maar ja, kijk, ik, ik vind het wel mooi van. Uiteindelijk <laughs> ik denk ik, nou, weet je, ik neem mijn vogeljongen een keer in de podcast. Want dan, uh, <laughs> dan gaan we echt oude jongens krentenbrood en jackass en helemaal in de scheur. En dan gaat het eindige GVD toch weer met. Uh, ba <laughs> Barry komt is verlicht. <laughs> Dus, uh. Ja, nee, maar, maar dat komt. Kijk, de reden waarom ik uh, jou op Instagram was gaan volgen, was omdat jij mij aansprak. Dus ik herken iets van mezelf in jou. Ja. En dat is het, het, het analyseren van dingen, het, het deconstructen van iets moeilijks en er iets makkelijks van maken. Dat is precies wat ik ook heel echt te gek vind. Maar de, het gevaar daarvan is dat je te veel probeert te, te analyseren, te verklaren en zo. Ja. En een heleboel, het mooie van het leven is soms ook juist loslaten. Ja. Waarin je dus, dit dus, dus de controle, dus je gebalde vuist om dan mm -hmm. gewoon los te laten. En dan is het vet leuk om gewoon bijvoorbeeld zo'n vlog te kijken... waarin ja. iemand gewoon super materialistisch bezig is. Waarvan je weet van, ja, hey, oké, okay, daar ga je het niet, niet alleen vinden. Mm -hmm. Weet je, als je die, 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 die dikke Lamborghini of Ferrari of wat dan ook hebt... Dat gaat je niet per se gelukkig maken. Maar het is wel cool. Ja. En het is wel gaaf. En het is leuk. En uh, ja, beide werelden um, moeten er gewoon, denk ik, zijn. Amen. Nee. <laughs> um, ja, er is van jou uh, niet heel veel te vinden. Uh, dat resulteerde erin dat ik aan GPT vroeg: ik ga een interview <laughs> doen met Vogeljongen. Um, en toen kreeg ik. Uh, ja, een toch wel bijzondere vraag, omdat er waarschijnlijk helemaal geen content over jou was. Ik zeg, ik ga een interview doen met vogeljongen. Heb je nog een vraag voor mij? En toen was de vraag: uh, uh, wanneer besloot je om uh, uh, een gender shift te maken naar Birdboy? Dus daar wil ik dan nog wel een antwoord op. <laughs> oh, heerlijk. Oh. <laughs> nou, daar heb ik een heel duidelijk antwoord op. Nee. <laughs> En ja, dan je volgende vlog. Um, Oké, okay, nou ja, thanks for this one. Uh, ik wou zeggen, waar kunnen we meer over jou vinden, maar dat kan dus nergens. Nee, het is als je Vogeljongen op uh, Instagram, op TikTok of op YouTube zoekt, dan zie je mijn animaties. Maar um, nou, er gaat dus een shift waarschijnlijk komen in het type content. Het wordt wat meer gebaseerd op uh, community en wat hopelijk wat meer over mezelf. Um, maar alsnog, ja, het, is, het blijft op eigen risico. Want uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen er niks mee hebben. Maar het is. Uh, ik heet Vogeljongen. Ja, Ja, ja of andersom. Uh, dat heel veel mensen die nu jouw naam gaan googelen en nu bij deze podcast komen. En denken: Hè? is het geen Barry dit? Ja. <laughs> maar die het wel interessant vinden om wat dieper te gaan. Ja, als je echt fanboy bent, dan denk ik dat, uh, dat je echt wel uh, deze kant van jou graag wil zien. Dus uh, dat gaan we zien. Uh, in de show notes, dus uh, de links naar al deze kanalen van Vogeljongen. Als je ja, een reactie wil achterlaten. Uh, ja. Uh, uh, ik wou zeggen. Doe het! Doe het! Nee, uh, ik ben wel benieuwd van uh, als je dan deze aflevering gekeken hebt. en fanboy bent van Vogeljongen. wat je van Vogeljongen vond. En dan uh, het liefst ongezouten kritiek en uh, keihard. En, uh, <laughs> nee, um, thanks. Uh, leuk uh, jouw uh, na. 20 jaar te ontmoeten. Ja. Uh, maar dan met een andere praak op. <laughs> ja, super tof dat ik hier kon zijn. Uh, voor mij natuurlijk ook spannend, omdat ik natuurlijk niet zoveel van mezelf eigenlijk zo naar buiten breng. Maar wel echt mega gaaf. Ik, ja. ik, was echt, uh, ik voelde me echt vereerd dat jij mij vroeg. Ik dacht zo, wow, wat had ik echt maar, niet maar verwacht. Maar ken jij mijn podcast dan al? Ja. Want je kende mij als Insta. Ja, maar buffet. ik heb ook heel veel podcasts geluisterd. Ook met Tibor, uh, met Mark. Met Richard Talet. Uh, ja, lachen ze. Ja. Ja. Nou ja, ik uh, had ook al wat filmpjes van jou gekeken. Maar goed, ik ben niet helemaal doorgehoed schijnt. <laughs> <laughs> um, Oké, okay, uh, beste luisteraar, tot de volgende aflevering. Uh, wij zien elkaar nog wel. En uh, dan, uh, ja, dan moet je ook nog even het spel van uh, Voogdjongen uitprinten. Die <laughs> zetten we ook al even in de show notes. wc-rollenspel. <laughs> ja, top. All right, bye bye.